Ja, Julien, ik dacht dat het gedaan was met monologen spelen. Mijn leeftijd. Tot er net voor corona een telefoontje kwam met Amsterdam van Bas Liebruizen, de zoon van Geert Liebruizen, de stichter van de Bezige Bij. Enfin, Bas belt mij en die zegt: Guido, wanneer kom je nog wat doen met Elschold? Ik zeg: ja. Wil ik Lijmen nog een keer komen spelen en zo? Nee, je hebt al zo vaak gedaan. Kom met wat anders. Ja, denken. En uiteindelijk ben ik bij Het Waallicht terechtgekomen. Het laatste verhaal van Elschot. Dat is niet zo lang. Dat is een kort verhaal, kun je dat eerder noemen, of een novelle. Het begint met de wondermooie zin: een ellendige novemberavond. Een ellendige novemberavond. Met een motregen die de dappersten. Met een motregen die de dappersten van de straat veegt. En mijn stamkroeg ligt helaas te ver in het westen om op te tornen tegen dat kille gordijn. Toen ik dan het ging realiseren, besefte ik dat deze lezing, voorstelling, niet te veel tralala erbij moest hebben. Voor het eerst sedert zeer lang, want de jaren vlieden, zal ik naar huis gaan waar mijn ontijdige intrede beschouwd zal worden als een eerste stap op de weg die tot inkeer leidt. Alle begin is moeilijk, en beter laat dan nooit, zal mijn vrouw zeggen. Dus de tekst moest overheersen. Moet sterk blijven. Het woord moet het doen. Maar eerst nog een krant voor vanavond bij het vuur. Want als ik niet lees, werkt mijn stilte verkillend op mijn huisgenoten. Oh, ik begrijp best dat het niet zo drukkend is als iemand die voor zich uit zit te staren. Aangezien men zegt, ijdelheid is ijdelheid ook natuurlijk een beetje, maar aangezien men zegt dat ik goed kan voordragen, blijkt het aan te slaan, de manier waarop ik het doe. Dus weinig, en door dat publiek onmiddellijk rond mij te zetten, zo dicht dat er nauwelijks beweging is voor mij, in een halve cirkel rond mij. En dat werkt. En die Maria van Dam, wie mag dat wel zijn? Zeker, een volksmeisje, want ik kan mij niet voorstellen dat drie koelies s'avonds aan de havenkant op zoek zouden gaan naar een freule. Ik vind Elschot ook zo iemand totaal los van alles. En zodra ik hem begon te lezen, ben beginnen te lezen, merkte ik al vrij vroeg dat het een anarchist is in driedelig pak, Elschot. En Maria is voor mij de mooiste van alle meisjesnamen. Ik spring van mijn tram en ga weer op mijn zwartjes toe, die mij met een glimlach als een dageraad welkom heten. In elk boek is de vrouw zeer belangrijk, zoals dus ook in het laatste boek, Het Waallicht, dat Maria van Dam, dat meisje dat niet gevonden wordt, zo belangrijk is. Wilt u zo goed zijn, mevrouw, aan Maria van Dam te zeggen dat de heren van de delicaatstel hier zijn en haar te vragen of zij ons ontvangen kan? Maria van Dam? Die ken ik niet. Wij heten Pasmans. En dat is ook een belangrijk element van het verhaal. Waarom niet nog een keer verliefd worden als oudere man? Helaas, de jaren maken mij niet wijzer. En ik ben niet opgewassen tegen de aandrang van mijn onstuimig hart dat mij niet volgen wil op de glooiing van het verval. Wat moeten die drie vrienden van mij denken? Dat veel oudere mannen, ik zeg eerlijk bekend, ik ook, verlangen ooit naar een laatste passie, een laatste grote liefde. De hoofdfiguur Laarmans, de verteller, die beseft dat ook, maar toch, je weet nooit. Laten we het toch maar doen. Maar zij wordt nooit gevonden en de titel komt daarvan, een dwaallicht. Hè? Een dwaallicht kan je niet vinden, kan je niet grijpen.
Voor ons ligt de uitgestorven stad als een ruïne in het maanlicht. En ik zal nog een eindje meelopen, anders konden zij verdwalen. Toch jammer dat wij het meisje van de sigarettendoos niet gevonden hebben. Want al schijnen zij er min of meer overheen te zijn, mij zit Maria nog altijd dwars. En dan het slot vertelt alles. Dus alles wordt weer samengevat in dat slot. Het afscheid is genomen, het is niet gevonden en ze geven het op. Zowel zij, die drie jongens, als Elschot, ze geven het op. En dan zijn weg. En hij zegt, kom ouwe zater, het is genoeg. Laat haar in vrede rusten en haar genieten van haar laatste sigaretten, haar potgember en haar saaltje. Dan wordt u waarschijnlijk de geilheid niet aangerekend die bij deze nachtelijke klopjacht uw stut is geweest. En opnieuw aan Ali denkend schiet mij een liedje uit mijn jeugd te binnen. Adieu. Adieu, I can no longer stay with you. I hang my harp on a weeping willow tree. And may the world will go with thee. Ja, broeders, dat het u goed mag gaan in de wereld. Dat Allah uw pad mogen effenen en u behoeden op zee, om u terug te voeren naar uw bergen als uw tijd gekomen zal zijn. En wat Maria en Fatma betreft, laten wij niet wanhopen. Want de wil des Heren is immers ondoorgrondelijk. Antwerpen, 1946. Gent, 25 november 2022.